Ja, dames en heren, het is kermis. Wie had dat in deze tijd nog kunnen bedenken? We gaan even in Sint-Oederode kijken. Goedemiddag, dames. We gaan even kijken wat wordt. Veel plezier. Yes? Ja, dank. De kern is weer gevonden, zie ik. Ja, we hebben er een stukje op moeten rijden. Ligt daarbij. We hebben er een stukje op moeten rijden, maar... Waar kom je vandaan? Uit Rotterdam. Rotterdam, speciaal? Ja, onder andere. Mis je de kermis? Ja, normaal gaan we wel regelmatig, maar nu is het hier nergens meer. En wat is regelmatig? Nou ja, 1 of 2 weken zijn we op de kermis te vinden, maar dit is de tweede van dit jaar. Wat is dan kermis voor jou? Een stukje gezelligheid. Ja, dit soort apparaten natuurlijk wat leuk is. Ja, spendeer je er veel tijd aan normaal? Nee, het is meestal een paar uurtjes. Een paar uurtjes? Nee, niet aan het apparaat. Oh, op de kermis. Op de kermis. Ja. Ja. Wat vind je van de Sint-Oederode kermis op dit moment? Zo? Georganiseerd, leuke attracties, mooie ruimte. Dus, niks aan te doen. Nou, dankjewel. Ja. Niet alleen omdat de gemeente Meijerijs dat dit heel graag wilde, maar we zijn ervan overtuigd dat vele gezinnen en de jeugd dit in Sint-Oederode ook heel erg fantastisch vinden. We hebben hem wel moeten aanpassen. Ja, maar nou lijkt me een kermis normaal georganiseerd al niet heel makkelijk, want je verplaatst toch, je bouwt toch even een attractiepark. Hoe gaat dat nu dan? Ja, dat doen we natuurlijk niet alleen. Dat doen we samen met de exploitanten, samen met de horeca, samen met de centrumondernemers en de deskundigen van de kermis die we in het gemeentehuis hebben. En we hebben hele plannen gemaakt die dan weer via de brandweer, via de politie, uiteindelijk zijn fiat krijgen. En dat allemaal afgewogen hebbende, hebben we gezegd ja, we kunnen op een veilige wijze ook in 2020 een kermis organiseren in Sint-Oederode. Hoop voor de andere kermissen in de gemeente Meijerijstad? Nou, de meeste kermissen zijn natuurlijk inmiddels al voorbij of afgelast. We hebben nog een aantal kermissen te gaan. Dat is Veghel, Boerdonk en Weibos. Maar we kijken van kermis tot kermis wat mogelijk is. En dat het past in de RIVM-voorschriften. En de veiligheid voor de burgers en de bezoekers zijn gewaarborgd. Ja, nu heeft u straks de kermis-exploitanten toegesproken. Wat heeft u daarin onder andere allemaal gezegd? Ik heb hem vooral aangegeven dat ik hun erg bedank in het meedenken en het meewerken aan de manier zoals we kermis moeten organiseren. Maar ik heb hen ook aangesproken dat ze ook een verantwoordelijkheid hebben om het ordentelijk te laten lopen. En dat ze ook een taak hebben om de mensen en de bezoekers aan te spreken als zij zien dat die zich niet houden aan de voorschriften. Ja, en wat gaat er gebeuren als mensen de voorschriften niet naleven? Nou, we zien natuurlijk dat over het algemeen de mensen daar echt een eigen verantwoordelijkheid in nemen. De ervaring onder andere in Schijndel is dat het ook heel erg goed loopt. Nou, en dan nog even in het kort, als ik naar de kermis wil komen, hoe werkt dat dan? U bent van harte welkom, maar we hebben wel een toegangscontrole. Is het te druk, dan zal u even moeten wachten tot er weer plaatsjes vrij zijn. En daar wordt nauw op toegezien. Ja, wat houdt die toegangscontrole dan precies in? Koortsmeten, handen desinfecteren? Beide zijn mogelijk, maar vooral de toegangscontrole is gebaseerd op het gewoon tellen van het aantal aanwezigen op het kermisterrein, want het is helemaal omhekt. We hebben maar 1 ingang en 1 uitgang en daar wordt de toezicht gehouden. Even toch een klein attractiepark in Sint-Oederode. Ja, fantastisch toch? Ja, zeker. Ik ga u een hele fijne kermis wensen, want ik denk niet dat het vandaag de laatste keer is voor u. Nee, ik kom nog steeds even kijken, omdat ik het ook zelf heel erg leuk vind dat het weer gelukt is in Sint-Oederode. Ja, ik u een hele fijne kermis toewens. Dankjewel.